een van mijn favoriete recepten maken. Namelijk gezonde fudge. Lekkere chewy fudge. Maar dan chocolade fudge. Ik ben helemaal dol op chocolade. Normale fudge zijn de ingrediënten wellicht niet heel gezond. Dit keer wel. We gaan de zoetheid krijgen van banaan. Een heerlijke banaan in de blender. Het is eigenlijk weer een blendergerecht. Dat vind ik het makkelijkste. Ik noem het een gerecht. Het is gewoon lekker een snack natuurlijk. Maar het gaat allemaal in de blender. Gewoon een soort eenpans maaltijd, maar dan in de blender gewoon. Dus we doen er banaan in. Na de banaan ga je lekker de amandelpasta erin doen. 120 gram amandelpasta. Dat zit boordevol goede eiwitten en vetten. En dat is eigenlijk een beetje de basis van je fudge. Dus helemaal niks suiker. En het is gewoon heerlijke amandelpasta. Dat geeft echt een lekkere bite. Dan, daarna. Voor een beetje additionele zoetigheid doe je 3 eetlepels ahornsiroop. Oh, dat was wel een hele ruime. 2 en 3. Dus helemaal geen hoef hele ladingen witte suiker, geraffineerde suiker, maar gewoon ahornsiroop van de Esperon. Dan doen we dezelfde 3 eetlepels kokosolie. Wederom een heel goed vet. Antibacterieel, allemaal goede dingen zitten erin. Ik heb hem even voorbewarmd, die kokosolie. Dan is die vloeibaar. En dan pakt je blender wat makkelijker. Heerlijk, zo alles in de blender. Je doet ook 1 theelepel vanille-extract erin. Waar is mijn theelepel? Hier. Zo. Dat was 1 theelepel. En als laatste, door de smaak geef je natuurlijk aan. De chocoladesmaak komt van rauwe cacaopoeder. We doen 1 gehoopte. Een gehoopte lepel cacaopoeder. Zo. Erg lekker. En dit is het eigenlijk. Nu ga je gewoon de blender aanzetten. Ik heb hier alvast een spatel in het geval je hem tussentijds de randen naar beneden moet. Zo. Ik ga even wat lawaai maken. Nou, het is alvast lekker dik. Zo, even een close-up, moet je kijken. Heeft dat niet lekker? Nu wel zin om het op te lepelen. En dit gaat nu in de vriezer. Want je zou denken, het ziet eruit als chocoladepasta, hoezo fudge. Maar dit ga je in de vriezer zetten. En dan gaat die kokosolie gaat heerlijk opstijven. Dat het echt gewoon lekkere fudge is die je gewoon in blokjes kunt snijden. Dat is de bedoeling. De fudge heeft nu ongeveer een half uurtje, een klein half uurtje in de vriezer gestaan. In de tussentijd heb ik even mooi kunnen opruimen. En dat half uurtje in de vriezer heeft ervoor gezorgd dat de kokosolie die erin zit lekker is opgestijfd. Waardoor het ineens van een soort chocolademousse echt hard is geworden. Het ziet er eigenlijk nog exact hetzelfde uit zoals je ziet. Maar het is dus vrij hard. Zodat je het in mooie fudge, ik moet echt nog flink drukken, blokjes kunt snijden. Bewaart hem ook lekker in de vriezer. Gebeurt niks mee. Hij wordt niet veel harder of zo. Hij gaat ook niet verijzen. Hij blijft een beetje zoals hij nu is. En dat is eigenlijk heerlijk. Nou, dan is de kunst een beetje mooie vierkante blokjes te maken. De restjes die mag je dus lekker zelf opeten zometeen. Heerlijk. Zo. Lekkere fudge.